30 Minutes nummer 1569 met een uitzending voor vandaag 8 maart 2019. Dus het bulletin van vrijdag. Data vandaag is het RSDB-bulletin van komende zondag. Dat is al beschikbaar in tekst, inclusief enkele foto's die losstaan van de tekstinhoud. Parameters zijn MFSK 128 bij 1500 hertz, maar dat zou automatisch ook goed moeten gaan. Ik heb wederom niet zo heel veel tijd, maar ik heb een paar nieuwsberichten. Een Duitse amateur die werkte met de modulatiesoort Opera via de transponder van de SHL-2 geostationaire amateursatelliet. Nou is dat niet zo bijzonder, maar de gebruikte modulatiesoort geeft dat een beetje aan. Hij deed dat met 2,5 milliwatt en toch werkte het nog. Je zendt in zo'n geval op 13 centimeter, dat wil zeggen op 2400 megahertz. En je signaal komt weer naar beneden op 3 centimeter, dat wil zeggen 10 gigahertz. De gebruikte schotelantenne was daarbij slechts 60 centimeter in diameter. De amateur DF6NM probeerde het eerst met 250 milliwatt. Het signaal werd opgemerkt door een Nederlandse amateur PA1SDB en dat was op de web SDR voor SHL van de BATC. Maar toen vermogen naar beneden ging naar 2,5 milliwatt. Toen werkte het dus ook nog. Op 21 maart wordt in Duitsland weer een weerballon opgelaten, zoals bij ons met de ballonvossenjacht ook gebeurt. Frequentie is 433.000, dataformaat is in APRS en de ballon zal dan ook te volgen zijn op aprs.fi. Bereik zal ongeveer 200 tot 300 kilometer zijn. De ballon wordt overigens opgelaten in Münster, Westfalen en dat ligt 60 kilometer van Enschede. Dus hij zou dan haast ook in Nederland te ontvangen moeten zijn, de 21ste. Enfin, dit is deel 4 van de serie over repeatertechniek. Gisteren ging het over duplexers en dat een duplexer met alleen doorlaatbandfilters relatief veel demping geeft. Daarom wordt een configuratie met cavity filters met daarin een notch gebruikt. Er is overigens nog wat winst te maken door voor het koppelen van de zend- en ontvangstfiltersectie met de antenne een circulator te gebruiken. Zo'n circulator die op basis van magneten werkt is een wonderlijk apparaatje. Voor 2 meter zijn ze echt ontzettend lastig te vinden, hoewel ze nieuw voor redelijk wat geld wel te koop zijn. Voor 70 centimeter is de surplusmarkt wat beter voorzien. Een circulator is meestal een rond item met 3 coax-aansluitingen waarbij het signaal alleen in de richting van de ene naar de andere coaxplug kan. Ik heb de circulator en de isolator overigens recent al een keer genoemd bij de serie over geheime elektronica, waar de CIA afluisterapparatuur minder makkelijk detecteerbaar maakte met isolators. Afhankelijk vanaf welke kant je naar de isolator kijkt, gaat het signaal dus alleen met de klok mee of tegen de wijzers van de klok in van de ene naar de andere coaxplug. Als je op één aansluiting de antenne aansluit en op de andere twee respectievelijk de zender en de ontvanger, dan gaat, als je dit correct aansluit, het zendsignaal hierdoor dus wel naar de antenne, maar niet naar de ontvanger, terwijl het ontvangsignaal niet naar de zender gaat, maar wel naar de ontvanger. De onderdrukking van zo'n circulator is niet oneindig hoog, meestal is dat net boven de 20 dB, maar dat scheelt wel flink wat als je het bij de 80 of zo dB van de duplexer optelt. Niet per se voor gebruik bij een repeater, hoewel het ook daarvoor komt, maar met een dummy en een circulator kun je een isolator maken. Zo'n isolator kun je bijvoorbeeld een zender op een antenne aansluiten, terwijl de zender dus nooit het vermogen door een slechte SWR terugkrijgt. Hij ziet hierdoor dus altijd een goede aanpassing of de antenne nou een waardeloze SWR heeft of niet. Het zendsignaal gaat slechts in één richting en het terugkomende signaal in de andere. Het door de antenne gereflecteerde signaal zal hierdoor altijd in de dummy load terechtkomen en dus niet terug bij de zender die altijd een goede aanpassing ziet. Nou, dit is het wel zo'n beetje over antennes. Er zijn nogal wat specifieke zaken. Zo kan oxide in de nabijheid van de repeaterantenne bijvoorbeeld storingen veroorzaken die bijzonder lastig te vinden zijn en waar je als regulier station eigenlijk nooit last van zult krijgen. We stippen daarom nu het volgende onderwerp aan dat je bij een repeater nodig hebt. Je zult namelijk iets moeten hebben dat ervoor zorgt dat de zender in de lucht komt als iemand een repeater wil gebruiken. Zo'n onderdeel wordt vaak de controller genoemd of de besturing van de repeater. Deze controllers bestaan in een grote variëteit, zowel goedkoop als duur en zowel professioneel als voor amateurs. Sinds een aantal jaren komt steeds meer de besturing door computers op, met name sinds er kleine computers zijn als de Arduino en de Raspberry Pi en nog een aantal soortgenoten. De ontwerpen van controllers uit de periode van voor de embedded computers waren vaak ontwerpen die al veel langer op de markt waren. Voor een deel werd dat veroorzaakt doordat dit controllers waren die zich bewezen hadden. Ze vielen niet makkelijk uit door storingen en met name niet door blikseminslag. Mensen vertrouwden deze bekende ontwerpen en ze bleven ze daardoor kopen. Controllers zorgen niet alleen dat de zender op het juiste moment inkomt, maar ook voor dingen als de koolgever, rotsjepiep, een wurger en een zogenaamde anti-kerchunk. En hij faciliteert daarnaast netwerkkoppelingen als IRLP, Echolink en Allstarlink. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 22:30 herhaald.
Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl, 70MHzShop.nl. Thank you.
telefoon naar de tour.